Dank u wel, voorzitter. Het is met groot genoegen dat ik vandaag mijn medespeech in deze Tweede Kamer mag uitspreken. De aanleiding voor dit debat is een brandbrief van de Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De werkdruk is, aldus de brief, extreem hoog. De veiligheid van zowel medewerkers als gedetineerden is in gevaar. De VVD en PvdA hebben onverantwoord hard bezuinigd op het gevangeniswezen en daarom wordt nu de noodklok geluid. Er is veel mis met het gevangeniswezen in ons land. Veel meer mis dan in de aangehaalde brief wordt benoemd. Wat is er werkelijk aan de hand? Het wapen van de repressie is de gevangenisbewaarder praktisch afgenomen door de Nederlandse wetgever. Onder druk ook van maffe Europese rechters. Het gevangenissysteem dat wij nu kennen in Nederland kent daardoor een zeer ongezonde en gevaarlijke dynamiek. Een dynamiek waarin niet meer de bewaarders het voor het zeggen hebben in de gevangenissen, maar de misdadigers. De gedetineerden, de boeven, worden beschermd door het klachtenrecht en de daarbij horende almachtige Commissie van Toezicht en de zogenaamde RSJ, de Raad voor Strafrechtstoepassing. Een gemiddelde gevangenisdirecteur is doodsbang voor een tik op de vinger van deze commissie of RSJ. En die angst sijpelt door naar beneden, naar de gevangenisbewaarders. De boeven hebben dat natuurlijk haarscherp in de gaten en klagen om elk wissewasje of dreigen te gaan klagen. Straffen worden hierdoor amper nog opgelegd of zijn ubersoft. Een gesmokkelde telefoon, maar liefst 6 dagen niet in de gemeenschappelijke ruimte. Een gedetineerde die gepakt wordt met drugs, 3 dagen niet in de gemeenschappelijke ruimte. U begrijpt, voorzitter, niemand is hiervan onder de indruk. Een bewoner van een verzorgingshuis mag in de eigen kamer nog geen sigaretje opsteken. Maar de veroordeelde crimineel kan in de eigen cel hele sloffen leeg roken. En zoals de media vanochtend berichten, gedetineerden eisen en krijgen waarschijnlijk eigen grillovens op de afdeling omdat ze het eten niet zo lekker vinden. Het is te gek voor woorden. Gedetineerden hebben vaak zelfs het recht hun disciplinaire straf, als ze die al opgelegd krijgen, op te laten schorten, waardoor van lik op stuk geen sprake is. Deze krankzinnige situatie garandeert dat het gevangenisregime feitelijk is overgenomen door de misdadigers. Voor de gemiddelde veroordeelde crimineel is de gevangenis zoiets als duinrel, een straffeloos vakantieparadijs. Alles kan en alles mag. En dat, voorzitter, moet afgelopen zijn. Zoals wij weer baas in eigen land moeten worden, moeten de bewaarders weer de baas worden in de gevangenissen. Is de staatssecretaris bereid om gedetineerden die verdacht worden van fysiek of verbaal geweld jegens gevangenisbewaarders te vervolgen, conform de richtlijn geweld tegen werknemers met publieke taak? De officier van justitie mag dan 3 keer zo'n hoge straf eisen. De staatssecretaris laat deze vervolgingen nu na. Hij laat zijn medewerkers, de gevangenisbewaarders, onnodig in de steek. Voorzitter, ik concludeer met de Centrale Ondernemingsraad dat er iets chronisch mis is in de Nederlandse gevangenissen. De macht en dus het gezag moet terug naar de gevangenisbewaarder. Slecht gedrag van de gedetineerde moet keihard worden bestraft. Het respect voor de bewaarder is weg. Het klachtenrecht is daarvoor in de plaats gekomen. Daarom zegt mijn fractie dat klachtenrecht dat moet uit de wet worden geschrapt. Ik begon deze bijdrage met dezelfde woorden zoals ik die heb uitgesproken tijdens mijn medespeech in de Eerste Kamer, een kleine 2 jaar geleden. Ik zal ook met dezelfde woorden eindigen. Het is gebruikelijk om niet onderbroken te worden tijdens een medespeech. Nu deze voor mij voorbij is, hoop ik dat in deze Kamer veelvuldig van de interruptiemicrofoon gebruik zal worden gemaakt. Ik hoop door middel van het debat bij te dragen aan de voorspoed en veiligheid van ons mooie land. Dank u wel. Dank u wel. Mooi verhaal. Het was zeker niet ubersoft om uw woord maar even te gebruiken. Perfect op tijd ook. U wordt de lieveling van elke voorzitter. 3:59. Gefeliciteerd ermee. Ik verzoek u om hier even plaats te nemen. Dan mag ik u als eerste feliciteren. En daarna nog enkele anderen. Veel succes.